Romario, wordt dit zijn derde? Romario! Romario! Romario Sosa Faria! Ja, dit is echt onvoorstelbaar. Dit is die Braziliaan. Als je de tijd doorheen had geleid, is natuurlijk Messi voor mij altijd de grote jongen. Daarna zit hij toch dicht tegenaan. Hoor. Ja. Ja. Ja, wij waren bezig met een spits van Brugge. En die mensen zeiden van, ja, daar valt nou niet over te praten, maar we zijn bezig met een tropische verrassing. Dat was Mark de Grijze. Wij waren voor Mark de Grijze daar. En die wilden ze niet verkopen totdat ze die tropische verrassing in huis zouden hebben. Ja, wie zou dat geweest kunnen zijn? Het is natuurlijk bizar, jullie op een spoor zijn gezet op Brugge. Terwijl Brugge dus de spits van het Australische Olympische elftal wilde halen. En jullie dachten dat het Romario was. Dus het is compleet bizar hoe dat gegaan is eigenlijk. 100% toeval. Romario. Geweldige voetballer, fantastische doelpunten, maar vooral ook een enorme egoïst. Hij deed waar hij zin in had, kwam te laat op trainingen, of kwam helemaal niet, kwam te laat terug van vakantie, maar je genoot van hem. Een geweldige speler. Guus Hiddink noemde hem een puma. Hij hing in de boom, zijn pooi kwam voorbij en patsch,